Ik ben Corina Berendsen. Ik heb vorig jaar de diagnose eierstokkanker gekregen. Ik ben een levensgenieter. Ik hou van feestjes, ik hou van ondernemen. Ik hou van reisjes naar het buitenland. Veel tijd doorbrengen met mijn vriendinnen en vrienden. De symptomen zijn zo vaag dat je gewoon zelf niet echt bewust bent van de klachten. Je hebt niet door dat het te maken kan hebben met eierstokkanker. Tot een vriendin van me zei van, ga eens een keer naar een dokter, joh, weet je, het is niet goed dat je toch bepaalde klachten hebt. Haar advies opgevolgd en uiteindelijk naar een arts gegaan. En die heeft me doorverwezen naar het Radboud ziekenhuis. Daar is een scan gemaakt, of in ieder geval een echo. Als ik me bewust was geweest van de symptomen, dan had ik beter naar mijn lichaam geluisterd en was ik veel eerder naar een arts gegaan. Er zijn verschillende stadia eierstokkanker. Ik heb stadia 3. Alsof je in een film beland bent en daar nog niet goed in de rol zit. Want ze hebben het over mij, dus het is mijn ziekte. Maar ik weet het nog maar net en het is niet. Het past niet bij mij. Ik wil niet dat het van mij is. Maar dan komt de man met de hamer en die bevestigt het gewoon van ja, je hebt eierstokkanker. Hard gelach, heel hard gelach. Echt heel moeilijk. Heel moeilijk. Je wereld staat op zijn kop. Op het moment dat je het horen krijgt. En dan weet je ook dat je echt de wil hebt om te leven. En dat je gewoon nog niet klaar bent op de wereld. En dat je gewoon wil leven, klaar. Alleen maar leven. En niet bij die 900 oren die jaarlijks sterven. Maar het is niet zo gemakkelijk, want er is geen kant-en-klaar oplossing voor deze ziekte. Er is geen oplossing die zegt, hey, morgen ben je er vanaf met een pilletje, was het maar zo'n feest. Maar dat is het niet. Op dit moment ben ik chronisch ziek. En zolang het chronisch is, is het geen gevaar. Maar zodra het omslaat in ongeneeslijk, want dat, ja, dan heb ik een probleem. En dan is de dag dat ik sterf dichterbij en daar wil ik eigenlijk niet over nadenken. Eierstokkanker wordt ook silent lady killer genoemd. Om het feit dat mensen te vaak te lang doorlopen met de symptomen. En als ze dan uiteindelijk hulp hebben gevraagd, dan blijkt het gewoon te laat te zijn. Hoe stoppen we deze afschuwelijke ziekte? Dat is door geld in te zamelen om onderzoeken mogelijk te maken. Om eventuele tests te ontwikkelen, zodat de silent lady killer vroegtijdig kan worden ontdekt. En waardoor er minder slachtoffers vallen. En daarvoor zit ik hier. Ik wil gewoon geld inzamelen voor de stichting, zodat de oorzaak kan worden ontdekt en uiteindelijk de kanker kan worden bestreden. Zodat ik kan leven. En samen met mij trouwens heel veel vrouwen door kunnen gaan met hun leven. That's it. De eerste keer dat ik in aanraking kwam met Ruby en Roos, was op een evenement, Engage evenement in Nijmegen. Na mijn diagnose ben ik gaan googlen en gaan kijken van wat houdt precies eierstokkanker in, voor zover ik het nog niet wist. En toen kwam al heel snel die naam weer terug en die herkende ik natuurlijk. Toen heb ik contact gezocht met iemand van de stichting en gevraagd van god, wat kan ik voor jullie doen? Wat kan ik doen om jullie te helpen, zodat ik kan worden geholpen? En toen werd mij voorgesteld, doe waar je goed in bent. Het amulet is een idee die is ontwikkeld of ontstaan doordat ik geïnspireerd ben geraakt door Dorenne Dinnissen. Zij maakt prachtige tassenhangers en nog veel meer kunst. En toen dacht ik, ik mis iets. Een teken wat staat voor eierstokkanker, wat ook direct herkenbaar kan zijn. Toen is Dorenne die is gaan ontwerpen en daar is dit prachtige ontwerp uitgekomen die alles omvat wat eigenlijk staat voor eierstokkanker. Willen jullie ook iets doen voor de Stichting Ruby & Roos? Bestel dan vandaag nog deze amulet, waardoor onderzoek mogelijk kan worden gemaakt naar de Silent Lady Killer. Want jullie hebben allemaal wel een tante, een moeder, een dochter, een buurvrouw die slachtoffer kan worden van deze Silent Lady Killer. Vandaag is het 26 september, de dag van de eierstokkanker. Vanaf vandaag kunnen we er niet meer omheen.
de Silent Lady Killer moet worden gestopt. Bestel vandaag nog dit amulet via www.rubyenroos.nl. Dank u wel.